van, oh, ik denk dat ik echt KUT-vlogs maak. En dan denk ik van, je kan denken eigenlijk beter nu mee stoppen. Maar, even over was gesproken. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet wat ik nu doe. De radio lekker aanzetten. Dan kan je zitten te mouwen omdat je eten wilt. Dus. Ja, kan je. Maar het is hier nog een beetje donker, dus ik doe even rolgordijnen open daar zo. Ah, laten we dat even doen. Zo. Beetje bewolkt weer eigenlijk als je even zit kijken. Maar ja, dus dat is gedaan. Ik ga nu even aangekomen, moet ook wel gebeuren. Oh, wat is het echt wennen om deze zo te zijn. Wat is dat wennen zeg. Even mijn mouw, want de handdoek heb ik weg. En er was gestopt. Zo. En op een gegeven moment weer een nieuw op te hangen. Echt typisch ik. Wat is het wennen zeg. De knijters. Zonder baard. Ik zie dan echt als een kinderig uit. Zonder baard, ik heb het nu gemerkt. Met baard vind ik zelf dat ik meer volwassenen ben. Laten we zo zeggen, geen meer volwassenheid. En ik zoek wat. Ja, een kopje. Dat wil ik hebben. En dan ga ik even een bakje koffie zetten. Ik heb er wel even lekker trek in. Chicks on the beach. La 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 la. La 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 la. Maar oké, dat gaat goed. Ik was trouwens gisteren gevallen. En dan denk ik hier dat ik hier blauwe plekken heb. Oh ja, ja, ik zie het. Ik zie hem al hier zo. Want ik weet niet, ik gleed op het moment uit. Want ik wou vuilniszak wegbrengen en karton. En toen viel ik ineens echt. Ach shit, heb ik weer gewoon. Oh, deze nummer is ook lekker. Hoe heerlijk nummer is dit? Gewoon heerlijke nummer gewoon. Ik geniet ervan, dit nummer. Maar ja, ik ga hem weer even het tweede bakje zetten. Ik zat net even achter de computer met de editor, zat ik achter de computer. En dacht, ja, en ik zat gisteren al te denken, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Want, als ik denk, dit heb ik eigenlijk van mijn verdeer gedaan. Want ik wou beter, ik heb de hele tijd uit te stellen. Ik zei al van dat ik zoiets zou doen met mijn baard natuurlijk, maar dat wou ik als verrassing. Ik ben benieuwd wat ik van mijn vriendin van vindt. Schat, dus laat even weten in je reactie wat je ervan vindt. Ik vind het wel fijner zo. Beetje... ja, raar eigenlijk ook wel. Om zo te zien. Want ik zag al vlog terugkijken, het zag er heel raar apart uit. Even wennen. Ik heb nu lekker een wasje aangezet. En ja... Want er moest even gebeuren, want de mand zat zo en zo vol. En als het goed is, kunnen we letterlijk, hopelijk, alle was nu af. Op een afval, was schoonmaken en was ophangen op een wasrek. Dat wou ik zeggen, alles ophangen op de wasrek. Ja, dat is denk ik met licht zo'n perking te maken. Ja, op de, ligt aan mezelf. Ik moet tijd hebben om na te denken, wat wil ik precies zeggen? Laat even weten in de reactie of jij beperking hebt of jij het ook zelf hebt. Ik zit er de laatste tijd vlogs even bekijken en dan zie ik abonnees afgaan en denk van hoe dan? Waarom? Denk van, doe ik iets verkeerd? Ja, dat, ik weet niet. Zit er vertrouwen niet in vertrouwen en dan krijg ik vertrouwen niet. Want, oh, ik denk dat ik echt KUT-vlogs maak. En dan denk ik van... Ik kan denken eigenlijk beter nu mee stoppen. Maar, even over was gesproken, ik ga er sowieso niet stoppen. Dat ken ik niet, dat woord ken ik niet. Ik ben niet zo'n type van opgever. Ik blijf gewoon doorgaan tot ik bij neerval. Laten we zo zeggen.
Dus zo graag vlog ik zelfs. Maar ik ga er even over 23 minuten wachten op een was. Dan ga ik die was ophangen. Ligt hier nogal troep om te gooien. Moet ook gebeuren. Kan ik jullie even aanraden. Al is er mand vol of je verveel je zich. Dus dan is het altijd lekker even dat je was gaat doen. Ja. En als we kijken naar mijn afwas. Twee kopjes. Nou, wacht. Twee kopjes? Dat klopt niet. Drie kopjes. Dat is van vanochtend geweest. Drie kopjes en een tip. Ik voel mij weten sommige mensen wat ik bedoel nu als ik nu deze kraan aanzet. Je hebt hier twee kopjes. Wat ik doe dan met die kopjes, wat ik heel vaak doe is onder warm water af laten spoelen. Waarom doe ik dat? Dan is het niet zo vuil meer. Want dat is wel fijn. Zo. Want door heet water in ieder geval, dus dit is heet water namelijk. Het is meestal alvast ja, viesigheid er vanaf. Natuurlijk blijft er wel wat viesigheid, of dat is niet 100% schoon. Dat doe ik altijd gelijk. Oh, heb ik pizza gesneden. Gebruik doe ik op mensen pizza snijden ook wel eens. Maar daar is de meeste van af. Maar ja, de lepeltje heeft niet veel nut. Maar deze bord wel, die was ik vergeten. Dat is niet echt slim van mij. Want nu ben ik bijvoorbeeld te laat mee. Dus dan blijft het plakken. Dat gaat niet goed. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo. Oh, er gaat wel wat er vanaf. Maar niet echt heel veel van je denkt zo. Dat gaat echt wel vanaf. Dus dat is een beetje wat ik ook voor jullie mee kan geven. Zo. En dat is wat ik meestal doe. Ik vergeet het ook wel eens dat de stenkel mensen met beperking eigenschap, denk ik. Zo niet laten weten. En ik was iets mee bezig en toen is mijn horloge. Ja, kan ik zeggen, inderdaad horloge. Losgegaan. Dus die moet ik helaas opnieuw erop zetten. Ik weet niet hoe dat komt. En dan zit hier nog een draaiknopje en dan draai ik altijd zo. Dat hij op slot zit, dat hij niet meer af kan. Maar ik weet niet hoe het eraf is gekomen. Maar het zal wel. Maar ik heb hem weer op. Top. Ik ga dan nu wachten op begeleiding. Want dat heb ik over half uurtje ongeveer. En wat ik ook net heb gezegd, dacht ik kijken. Wauw. En dat is ongeveer al een jaar geleden opgenomen. Dat weet ik wel. Dat is mijn aflevering net even anders. Dus ik kan er iets over het programma zeggen. Ik kom ergens op te staan. Maar ik ga nog niet zeggen nu waarop. Want anders verklap ik het. Want dan verklap ik iets wat jullie nog niet weten. Ik kan er niks over zeggen. Want er is wat anders ook aan de gang. Daar kan ik ook nog niks over zeggen. Sommige mensen die mij kennen weten dit verhaal al. En ik kan dat nog niet zeggen. Want het mocht niet bekend worden gemaakt. Dus dan weten jullie dat ook. Want ik moet niet te veel verklappen. Ik heb... Eigenlijk kan ik jullie wel vertellen, door de aflevering van net even anders, moest ik natuurlijk ook geheim bewaren. Maar doordat heb ik mezelf in kunnen trainen om eigenlijk geheim te bewaren. Wat ik eigenlijk ongelooflijk moeilijk vond en vind. Dus, maar ja. En wanneer ik het kan vertellen, weet ik ook nog niet. Ik heb het er voor me eerder over gehad. Maar er komt er gewoon een leuke verrassing aan. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik ben gebeld. Ja, ik ben gebeld. Door Rick. Oh, die ga ik even daar terugbellen. Nou, dan ga ik dat even niet doen. En daarna de wasje ophangen. Ik heb iets gedaan wat ik echt dacht, wow, ik zou denk nooit en nooit meer aan beginnen. Dat is alle bonnen dat ik van dit jaar gemaakt heb van februari tot juni. Ja, ik ga het ook maar zeggen denk ik, want dat is ook makkelijker voor algemeen. We hebben allemaal bonnetjes, allemaal opgeschreven. En ik zit te kijken, hè? Ik heb sommige bedragen ook zoveel uitgegeven en ik denk, oh shit. En dan heb ik al sommige dingen nog niet meegerekend.
En we zitten nu natuurlijk in juli. Juli met een L. Julo. Waarom zo zeggen? Julo. Dat klinkt ook wel zo grappig, Julo. En ik zat op de tijd te kijken. Op mijn telefoon. Wow. Het is al 11 uur geweest. En ik zat eerst te kijken. Oh. Op 5 minuutjes is het al 11 uur. En ik zat hier eerst al op te schrijven. Ganja zat echt me irriteren. Ik weet niet wat hij wil, maar die wil voor mijn aandacht. Hè? Kerel? Zit je lekker? Kijk hem zitten dan. Kijk hem zitten. Hè? Ja, kom je even aandacht vragen. Kijk, dit zat hij dan te doen. En ik zat toen op een moment te schrijven. En dacht, had ik even, op dit moment, toen had ik even geen zin dat hij dat ging doen. Maar ja, toen zei ik, Gaia, kappen. En dan ging hij ook gewoon stoppen. En dan ging hij weg. Hé, Gaia? En nu weet hij dat ik niet bezig meer ben. En dat hij gewoon bij me mag liggen. Hè? Jongen? Lieverd? Ja, lekker dit zo. Oh, wat is het lekker, hè? Oh, wat is het lekker, hè? Wat is het lekker, hè? Wat is het lekker, hè? En ik heb lekker een wasje opgehangen. Die hangt daar zo. Ik moet één ding doen. Ik ga dat voor de zekerheid maar doen. Want eigenlijk lag al die bonnen daar zo. In deze vak hier. Hier zo. Maar ik dacht, ik ga nou even een keer op het moment gaan. Even over de bonnen weer gesproken. Een keer kijken. En ik heb hier nog een paar bonnen, maar het zijn denk ik van mijn schoenen. Sowieso vandaag, ja. Ja, het zijn van mijn schoenen. Die kunnen wel weg. En ik heb nog meer bonnen weggegooid. En als ik niet vergeet, ga ik deze zak morgen ophangen. En dan heb ik lekker bijna weekend. Hè? Nee, dat meen je niet. Ik dacht, ik ga hem even opladen. Nou, deze leeg. Die wil ik juist gebruiken, deze oplader. Weer iets. Oh ja, deze heb ik weer besteld. Vraag me nou af. Dat weet ik niet meer. Het zal wel. Voor mij via internet, maar ja. Ik heb genoeg scheermesjes, want ik kan ook nog even goed bijwerken. Maar dan moet ik maar met het scheermesje. Ik dacht, ik ga hem opladen. Maar ja, even kijken hoor. Ik heb ook nog deze namelijk. Die heb ik uit Spanje toen. Maar dan moet ik alleen even kijken of die wel doet. Ik ben trouwens achtergekomen dat sommigen niet doen.